zo. Jullie staan hier alle vier op jullie laatste regeringsbenen. Ze zijn precies aan het trillen. Ja, ik ga jullie het woord eens geven. Ik ga bij de jongste beginnen, als het goed is. Goedenavond iedereen. Bedankt voor het leuke jaar. Mag ik stilte vragen in de zaal alstublieft, als men op het podium iets zegt? Goedenavond iedereen, bedankt voor het leuke jaar en ik wens de andere kandidaten heel veel succes en ik sluit af met een drievoudig alaf. Goedenavond iedereen, ik wens de kandidaten heel veel succes. Ik hoop dat ze een even mooi jaar kan geleden dan ik heb gehad. En dan de beste mogen winnen en ik sluit af en drie wil ik Allah. Goedenavond iedereen. Ik wens de kandidaat ook heel veel succes. We mogen de beste winnen. En ik sluit af met drie wil ik Allah. Goedenavond iedereen. Allemaal bedankt voor hier te zijn. Ik wens de nieuwe kandidaten eigenlijk heel veel succes. En ik hoop natuurlijk dat ze een mooie show naar voren brengen, zodat we er veel plezier aan kunnen beleven. In ieder geval, bedankt iedereen. En ook voor het voorbije jaar. Ik heb me overal zoveel mogelijk laten zien. Dus, en ik hoop dat de volgende kandidaten hetzelfde zullen doen. Dat ze een titel waardig zullen dragen. En ik sluit eraf met drievoudig. Alaaf, alaaf, alaaf. Zo. Bij deze hebben ze alle vier nog eens een zegje nog kunnen doen. En dan is nu het overblik gekomen om jullie van jullie macht te ontheven. We gaan bij de jongste beginnen. Mag ik Giovanni vragen om het kroontje af te nemen? Evie, ga jij het keepje afnemen als je wilt? En dan zal nu natuurlijk de voorzitter u de macht opnemen. Dank je voor de kinderprinses dat u overhandigd wordt. Oké. Kenta, nu is het uw beurt. Karim, ga jij het kroontje opnemen? Willy, ga jij de keep afnemen? En wederom zal het de voorzitter zijn die de macht ontneemt. En ook jij krijgt nog een geschenkje. Ja, Tom. Doe het toe. Bianca, ga jij zijn steek afnemen? Vraag hem op zijn knieën te gaan zitten. Mama Beer, ga de hele keep afdoen? En weerom zal de voorzitter de macht opnemen.
wordt een cadeautje overhandigd. Mosselken, wilde jij de steek afnemen? Marina, ga jij hem van zijn keet opdoen? Meneer de voorzitter, weerom aan u de eer om de wacht te ontnemen. En ook voor u is er nog een cadeautje. En ik hoor zojuist dat de seniorenprins, de gewezen seniorenprins, nog iets wil overhandigen aan zijn meter en peter. Mensen, alsjeblieft, mag ik eens een klein beetje stilte? Heb eens een beetje respect. Dank u wel. Zij staat op de wijn. Ik wil mijn beide meters bedanken. Ik heb een klein geschenkje bij. Ik dacht, ja, het zijn drie vrouwen. Dan ben ik naar Roost, hè. Ah ja. Nee, niet naar de sexshop. Siska, dat is voor u. Tine, dat is voor u. En bedankt van mijn meter te zijn. Heel bedankt voor het lange meter te zijn. Ik heb speciaal voor mijn hofdame ook iets meegebracht. Want ik bedank ze echt heel hard. Ze heeft toch een heel jaar met mij overal naartoe geweest. Alsof ze zich veel moeten vertrouwen. Nou, ook al was ze een beetje niet goed, ze was er toch altijd bij. Alsjeblieft. En de batterijen zijn inclusief.